Nou. Oh, mooi dan, hè? Oh. Oh, oké. Okay. Nee, dat doen we meer. Nee, nee, nee. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you, and you? Good, good. Big fish today? Thirty-seven. Oh. Even introductie van Jeroen, de creative director van deze week. Die verzint altijd een geniaal plan om een mooi shot te maken. Ik zie hem nu alweer met de GoPro. Ik dacht, die zet hem voor op de auto. Of was dat niet je idee? Maakt me een beetje verlegen, Joost. Is dat zo? Ja, want het is gewoon, het is bewijsvoering. Dat de jongens wel echt wel gewerkt hebben en dat het echt geen vakantie is. Want iedereen maakt het altijd wel veel mooier dan dat het is. Sanne, je zit helemaal in de modder. Goedemorgen, ja, trouwens. Goedemorgen. Ja, er waren drukke, wat grotere vissen. Even afdrogen. Ja, ik zag vanuit de lucht dat ze behoorlijk tekeer gingen toen die ze in het badje wilden stoppen. Ja, op het moment net voor het oppakken, dan zijn ze altijd even druk. Maar we hebben ze weer, dus. Mooi. Robert, ben je nou omgevallen of viel mee? Nou, ik moest even de mutpont in. En echt tot zover stond ik in de modder. En ik werd een beetje wankel. Maar het ging goed. Het ging goed, uiteindelijk. Gelukkig. Met pot afgevangen, Sander? Ja, we zijn weer terug bij de farm. Dus we gaan nu pakjes uitdoen. Even een kopje koffie en dan de vissen uitladen. En kijken wat de vangst is. Mooi. Ja, en dan kijk even wat een prachtig weer. Nou, zijn we weer bij Ide? Ja. We hebben net vijf hele mooie Deutsche, voornamelijk Deutsche Showa gekocht en één Deutsche Tancho. Hoge kwaliteit. Ik zie nog wel een lichtbaan. Prachtige vis. Hey, allemaal. Konnichiwa! Mini Maro Ide. En bij Aoki, de meester in Deutsche. まあ、他にちょっと欲しいというかが。
hebben gevuld. Hoeveel zijn het er, Joost? Ik denk 500. Nou, het zijn er 4000, dan stik ik hem daar. Oh, 4000. Koffietuin. Koffietuin. Mario Hiro, grote vriend. Cool. We hebben drie grote vissen gekocht. Waarvan er twee sowieso over 80 centimeter gaan. We gaan ze ook nog even echt meten. Maar prachtig mooie drie grote vissen. Sorakoi, Kimatsuba en een Benigoi. Dit zijn echt grote jongens. Ja, het zijn wel echt grote jongens. Ja. En bijna perfect. Dus tegenstelling wat we gisteren zeiden, die 1 meter kooi, hier heb je heel veel voer voor nodig en je hebt ook een goede filmpje voor. Ja, maar deze groeien nog wel door, hoor, de komende jaren. We worden nog een stuk groter. Ga eens filmen. 83. Zaterdag 15 oktober. Ja, ja. Zonnetje gaat onder. Wat was het voor dag? Nou, het was een topdag. Wat hebben we gedaan? We zijn gestart bij Marhide. Na de midpond. Wat hebben we? Een midpond? Ja, midpond. Eerst midpond bij Genji. Oh, was het wat? Ja, zeker. Driejarige Sanzai mix. Maar groter? Een stuk groter. Oké. Ja, cool. Toen de Marhide. Ja. Hele hoge kwaliteit Deutsche Shell. Die waren mooi. Mooi, waren mooi. Ik weet het zo op een dag. Ja, we moeten even terughalen. Een lunch gegeten. Lunch? Oh, een lunch, ja. Heerlijk. Even bij Aoki gekeken, maar die was nog niet zo ver. Nee. Die gaat pas later beginnen met afvangen. Ja. En net nog drie hele grote vissen gekocht bij Marihiro. Ja, dik. Hoe groot waren ze? 77, 79 en 84. Zo, dat is flink. Dat is groot. Hey Sanne, nu zit de trip er bijna op. Nog twee dagen. Ja. We kunnen nog van die laatste twee dagen verwachten, denk jij? De komende twee dagen zullen we vooral nog zoekopdrachten proberen te vinden. Ja. We zijn nog bij wat afvangsten. We hebben nog wat afspraken staan. Dus eigenlijk gaan we gewoon door. Totdat we weggaan. Last minute. We blijven tot het laatste moment doorgaan. Morgenochtend wordt wel mooi. Ja. Hard werken bij Agenzi. Ja. Ja. Dikke Nissai Karashi. Ja. 140? Ja, 140 of 160. Een hoop. Als je helemaal niks wil missen, dan moet je even abonneren op dit kanaal. Geef ons even een duimpje. Dat vinden we erg leuk. En wil je meer informatie, kijk dan even in de beschrijving van deze video. Arigato gozaimasu! Arigato gozaimasu!